Dit is het Omroep Tilburg Streekjournaal van maandag 9 juli met vandaag. Tilburgse student komt om bij auto-ongeluk op Malta. Snelheidscontroles politie op de Tilburgse Cityring. Een Tilburgse student bedrijfseconomie is afgelopen weekend omgekomen bij een verkeersongeluk op Malta. Volgens Omroep Brabant werd de 19-jarige Tim aangereden terwijl hij over een boulevard liep. De bestuurder van de auto kwam met zijn voertuig op de stoep terecht nadat hij de macht over het stuur was verloren. De 20-jarige automobilist bleek te hebben gedronken. Bij het ongeval raakten nog eens 7 andere personen gewond. De politie heeft afgelopen weekend weer snelheidscontroles uitgevoerd op de Tilburgse Cityring. De laatste maanden zijn er namelijk veel klachten binnengekomen over automobilisten die er te hard rijden. De controle resulteerde in 10 bekeuringen, waarbij de hoogstgemeten snelheid 91 km per uur bedroeg. De maximumsnelheid op de Cityring is 50 km per uur. 1 bekeuring werd ook gegeven aan een automobilist die hard afremde voor een controle en het daarbij nodig vond om te klaxoneren. Die bestuurder mag een acceptgiro van €380 op de deurmat verwachten. En dan nog het weer. Morgen ligt de temperatuur met 21 graden een stuk lager dan vandaag. In de ochtend is er lichte kans op neerslag, maar in de loop van de dag klaart het op. Dit was het Omroep Tilburg Streekjournaal van 9 juli 2018. Voor meer nieuws uit de regio kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.